Het klinkt misschien een beetje gek, maar toen ik voor het eerst een geïllustreerd tijdschrift zag, was het echt liefde op het eerste gezicht. Want de 19e eeuw, dat is echt de eeuw, en dat wist ik eigenlijk ook niet, waarin de fundamenten voor onze moderne wereld gelegd zijn. En eigenlijk had ik helemaal niet gedacht dat daar beeld van was. Dus dat het zijn weliswaar geen foto's in die tijdschriften, maar door die illustraties kan je er toch heel erg dichtbij komen en kan je die eeuw echt zien. Ik onderzoek het ontstaan van verschillende vormen van identiteit. Dus de 19e eeuw wordt vaak gezien als de eeuw waarin een nationale identiteit ontstaat, dus de eeuw van het nationalisme. En dat wordt gekoppeld aan de verspreiding van teksten, dus bijvoorbeeld in boeken, kranten en tijdschriften. Maar mijn tijdschriften die verspreiden natuurlijk niet alleen tekst, maar ook afbeeldingen. En die afbeeldingen die werden vaak niet alleen in één tijdschrift gebruikt, maar in meerdere tijdschriften in heel Europa. Dus eigenlijk is het heel erg interessant wat dat nou betekent voor het ontstaan van een transnationale vorm van identiteit. Dus voor een identiteit die eigenlijk door verschillende mensen werd gedeeld. Ja, het leukste vind ik eigenlijk om te schatgraven in het archief. Dat je opeens iets vindt waar je eigenlijk al de hele dag naar op zoek bent. Zo vond ik bijvoorbeeld laatst een illustratie van eigenlijk de tekenaren die de illustraties in mijn tijdschriften maken. Of van een reporter die op pad is om een schets te maken van een nieuwsgebeurtenis. Maar misschien het leukste zijn wel de gekke illustraties die ook er een beetje in voortkomen. Bijvoorbeeld van fietsers, wat eigenlijk echt de badasses van de 19e eeuw zijn. Je ziet ze bijvoorbeeld hoe ze rondrijden op een BMX-parcours en hoe ze dan over allerlei hobbels heen gaan met hun nogal grote fietsen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te kijken naar hoe we eigenlijk met beelden omgaan. Dus vaak als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe we nu met foto's in de krant, hoe we daarnaar kijken. Ik denk bijvoorbeeld dat we in één blik bepalen of iemand een vrijheidsstrijder of een terrorist is. En ik denk dus dat het heel belangrijk is om eigenlijk de relatie tussen beeld en de tekst die erbij staat te onderzoeken. En daarvoor moeten we terug naar de wortels van onze beeldcultuur. En volgens mij liggen die in de 19e eeuw. Om een voorbeeld te noemen uit het onderzoek van een collega, Martijn Kleppen, die beschrijft hoe een foto van Marokkaanse jongens die op schoolreis zijn in Kamp Westerbork eigenlijk wordt gebruikt bij heel veel verschillende nieuwsberichten. Bijvoorbeeld bij een bericht over criminaliteitscijfers onder Marokkaanse jongens. En zo kan je eigenlijk zien hoe belangrijk die combinatie tussen beeld en tekst eigenlijk is. Ik denk dat je sowieso heel erg gek moet zijn op je onderwerp. Dat je echt het heel erg leuk moet vinden om daarmee bezig te zijn. En het is misschien sowieso wel een beetje gek om zo geconcentreerd 4 jaar met iets bezig te zijn. Maar misschien het allerleukste vind ik wel dat ik het mag doen. Dat ik aan mensen mag uitleggen waarom mijn onderzoek zo leuk en belangrijk is. En dat is echt fantastisch. Faces of Science.